Grootste sigaretten anker al. Daar heb je ook niet zo gek. Volgens mij is het van 1 tot 9. Ah, Mirjata bij jou is leuk. Hé, Anja. Ik vind het ook zo lachen. Dat is wel mooi. Ik leg je even in met die cirkel, maar die kun je echt beter op neerleggen. Niks kopen. Een paar nieuwe schoentjes of zo. Dat is de belasting. Van de belasting. Oh ja, kijk de huisleider. Dat gaat niet winst dan weer. Ja,
Dat is een mooi beestje. Oh, mooi, klaar. Ja. Nee. Ja, dat wil ik.
Nee, de heeft geen manchi heet dat. Of puber, kan ook. Wij zoeken wat plekje. Goedemorgen, het is nog morgen. Ja, Thomas, je hebt het gehoord, hè? Namens u ook van harte gefeliciteerd. Ja, welkom uw publiek, fijn dat u er bent. Het kan gelukkig weer, na 2 jaar van afwezig zijn, hebben we weer een snuffelmarkt. Nou, het weer ziet er in ieder geval goed uit. Dus u hoeft niet naar huis, we hebben eten, we hebben drinken, we hebben koffie, we hebben thee, we hebben gebak, we hebben alles. Standhouders ook welkom. Ik hoop dat jullie op het eind van de dag kunnen zeggen, we hebben een hele goede dag in Menningen gehad. En ik zou zeggen, geniet van het orkest en Peter, het woord is aan jou. Oké. Okay. Ik sta voor het grootste gedeelte van u een beetje verborgen, maar het is wel lekker in de schaduw. We gaan starten, hè, want die blaasmuziek die hoort erbij natuurlijk. Sowieso in Menningen, maar sowieso op de snuffelmarkt. En we beginnen lekker rustig. We gaan een vrolijk programma spelen met lekkere, luchtige muziek. We beginnen met een mars. En de mars heet Florida. Thank you.
Thank you.
Nou, dan gaan we weer verder met een hele zonnige melodie, zou ik zeggen. Hebben jullie altijd de Tour de France, hè? En Radio Tour de France, daar hoor je altijd die grote Franse hits uit het verleden natuurlijk. En dit is er één van, Une Belle Histoire. Een mooie geschiedenis, ik zal u niet te veel vermoeien met het verhaal. Het is natuurlijk een liefdesgeschiedenis, maar ja, een beetje moderne, hè. Dus het gaat over een jongen en een meisje die elkaar toevallig tegenkomen op weg naar het zuiden. En ze besluiten dan om de nacht in het korenveld door te brengen. En de volgende dag pas weer in tegenovergestelde richting naar hun bestemming te gaan. Dat is het verhaal. Goed, dus een beetje van ze kwam binnen zonder kloppen. Ze ging weg. Zonder een woord. En wij gaan spelen Une Belle Histoire. Thank you.
Dames en heren, ja, alles ten goede natuurlijk voor onze prachtige moeite. Kip bij hel, niet zaal, hè? Altijd, hè? Ja, die krijg nou weer. Alles ten goede voor onze prachtige club achter ons. Jeugd heeft toekomst. En daar hebben we centjes voor nodig. We beginnen met een ronde met een derde prijs van met een bloemenbon van onze eigen John Peters. Een mooie boodschappentas van A. van der Hatert. En een hoofdprijs, eerste prijs met een hele prachtige mooie, volgens mij een fietstas. Dames en heren, wie wil deze nou niet? Ik zie nul, ja, Kiet, hij het alweer. We hebben dadelijk drie mensen rondlopen met een paar loodjes. De loodjes zijn een eurotje per stuk. En we weten allemaal... Bij geen enkele supermarkt krijgen we nog voor een euro zo'n tas boodschappen, dus ik zou hem niet laten staan, dames en heren. De dames en heren zijn onderweg. Ja, dames, ja, dames. Nog mij, dames. Ik heb al een loodje. Dat is dit goed, hè? Ja, dat doen we ook geloven. En wanneer is de trekking eigenlijk? Ja, ik verkeerde. Ja, goed. Ik kreeg nog even in mijn oren fluiten dat de fietstassen, dames en heren, ter waarde van 60 euro. 60 euro, dames en heren. Nee, leuk is dat, hè? Ja. Weet je niet heel goed? Nee. Dat is een
zei het tegen mama vorige week, ik had het niet meer, mama. Ja, voor de kinderen. Ja, precies. Nee, ik ben een gewoon bloemenbom, dames en heren, te besteden bij de bal. Johnny Peter, bloemen door de bal. Oh, dat zijn lage kinderen. Wat was dat voor een... 688. Daar gaan we de tweede prijs, dames en heren, een goed gevulde boodschappentas. Wafels, als je kat hebt, dan neem je hier een klok. Die hebben we gehad. Nou, 684. Dat is echt heel eerlijk, jongens. Wordt bij je thuisgebracht. Ook hier zijn we, hè, modern, hè. Boodschappen worden goed thuisgebracht. En dan gaan we voor de hoofdprijs, dames en heren. Een prachtige fietstas, te waren van 60 euro. Iedereen heeft tegenwoordig gefietst, dus... Het is wel een mooie hop, of niet? Hartstikke mooi. Geef het in de toekomst. Dames en heren, hartelijk bedankt. We gaan even overlag, hè. Kom, kom, kom. Zeven oceanen vol water en wind. De eindeloze zeeën aan de liefde. Alles veranderd. Anders is geen echt, hè? Nee, daarom nooit alles. Oh, moet alleen nog even bonnetjes halen. Ja, dat kan bij. Ja, leg maar even neer hoor. Hoeveel bonnetjes is het? Ik kan niet meester aan die kant. Ja. Volgens mij 2 per broodje. Geen kassa. Thank you.
Bye.
Thank you.
Thank you.